Baanders, Baanders, jij gaat onrecht 1.0, waar 1 miljoen kijkers waren, ga je afzeiken met wat jullie hebben gepresteerd. Nee, met 72.000 kijkers. Nee, wacht even, dat is onzin. Dat is, dat is onzin. Dat, natuurlijk, onze achterban is kleiner. Onze achterban is kleiner. Dit is dan dezelfde achterban, lul. Jullie hebben een soort van terminaal kankerpatiëntje van gemaakt. Wat? Yes! Ja, je hebt er zin in, Jan. Zeker! Heerlijk! Hoe is het? Ik ben fit. Ja? Ja, het is een tijd geleden. Maar ik voel me fit. Ik voel me lekker. Ik heb er zin in. Godverdomme wat leuk. En we zijn niet alleen. Is ook leuk. Nou, ik ben... fijn dat je het vraagt. Ik heb een zieke week gehad. Ach. En ik was eenzaam. Heb je weer de glam? Nee, als ik dat al heb, dan had ik het al. Maar ik denk het niet. Ik heb geen klachten. Ziek en eenzaam. Even over eenzaamheid gesproken. Het is heel vervelend dat Doppie het heeft uitgemaakt. Ik wil daar wat over vertellen. Oh. Nou, na de vorige uitzending was ze woest. En toen dacht ik, ik maak het goed. Ik miste haar. Ja. Ja, nee, ik was er echt nog niet klaar mee. Prachtige meid, leuke meid. Ik miste haar, ik was verdrietig. Ja. Toen heb ik een bos rozen daarheen gestuurd. Oh ja, handig. Van 100 euro. Meen je niet? Ja. Veel. En, nou ja, goed, daar ging dus eigenlijk mijn boodschappengeld. En ik kreeg een bevestiging dat hij was aangekomen. Maar ik hoorde de volgende dag niks. Dus ik belde heen. Toen was er nog bozer wat ik wel niet dacht goed te kunnen maken met een bos brozen. En? Ja, nog bozer. Maar waarom is ze dan boos? Het is toch schattig dat je een bos rozen stuurt. Maar waar was ze dan zo kwaad om? Omdat jij denkt dat je met een bos rozen het kon goed maken? Ja. Maar wacht even, jij had toch niet zo heel veel fout gedaan, behalve dan dat die ouders van die vinden jou gewoon een laag opgeleide tokkie uit een poepgat van een provincie. Nou, uiteindelijk kreeg je na de tijd te horen dat je een narcist bent, een egoïst. Ik weet het allemaal niet. Het maar is dat klaar. Klopt toch ook wel een beetje? Ja, nou ja, goed, het is klaar. Waarom ben je weggelopen eigenlijk? Nou, jongens, jullie beginnen een heel verhaal zonder mij. Hem draaien. Ja? Nou, daar gaan we nu eens over jou. Wacht even, je bent ook een bijproduct. Ja. Het zou ook fijn zijn als je jezelf ook op die manier een beetje zou gedragen. Want zo wil je toch weer in de aandacht. Ja, dit is echt weer een aandachtvragerij gedoe, Baanders. Verschrikkelijk. Nou, schuif dan aan. We zitten daar gaan we nu over je hebben. Daar gaan we nu over. Nee, we negeren jou niet expres. Wij willen het even over zijn liefdesleven hebben. Ja, moeten we maar wat is jou gaan, hè? Wat is dat toch over narcisme gesproken, godverdomme. Vraag even hoe het gaat dan. Hoe gaat dat nu met je? Nou, ik ben verdrietig. Hoe is het? Ja, nou, goed. Ik ben wel gek. Maar verdrietig. Ja, ik ben verdrietig. Maar heeft al iemand anders op het doppie gezeten? Daar doe ik geen uitspraken over. Oh, maar... ik krijg namelijk een foto van je. Van een andere chick. Ja, met jouw shirt aan. Met mijn shirt aan. Ja. Midden in de nacht. Ja, dat was doppie niet. Nee, was leuk. Schuif maar aan, als je wil. Ja, want ik dacht, het is misschien leuk als jullie eerst even zeggen van dat ik erbij ben. Anders nou, ik zou je één ding vertellen, Mark Baanders. Als er toch iemand ons moet uitleggen hoe het is om televisie te maken, ben jij het niet. Oh, gaat het zo'n aflevering worden? Ja, nee, maar je begint zelf. Je begint zelf. Maar goed, we gaan jou introduceren. Ik belde van de week Jan. Ik zeg, Jan, zou je het leuk vinden als Mark kwam? En wat zei je toen? Nee. Nee, dat klopt. Dat is echt waar. En toen heb ik het uiteindelijk doorgedrukt. Dus je hebt aan mij te danken. Oké. Ik zal je vertellen, want ik ben ook een eerlijke man. Ik zei, Mark Baanders, veel geblaat, weinig wol. Oftewel, ja, je hoort heel veel geluid, het schreeuwt heel veel. Maar uiteindelijk, inhoudelijk, is het niks. Ja, ik dacht zelf eigenlijk, want weet je, voor mij is het ook ingewikkeld. Moet ik nou wel of niet naar roddelpraat gaan? Dat is toch altijd een ingewikkelde keuze. Heb je toestemming gevraagd bij je werkgever? Nou, ik heb geen toestemming gevraagd. Ik vond dat niet nodig was. Ik heb wel gemeld dat ik in ieder geval... Aan wie? Naar jullie toe ging. Aan wie heb je gemeld? Ik heb dat gewoon gemeld bij de omroep. Volgens jullie die walgelijke man. Walgelijke man! Maar weet je wat het is? Ik heb toch vanaf het begin af aan roddelpraat meegemaakt. Ergens ook wel respect voor wat jullie doen. Weet je wel, de satire. Ik vind het grappig. Ik vind het leuk wat jullie doen. Maar wat zei de walgelijke man? Ik kom gezellig weer langs. Wat zei de walgelijke man toen je vroeg... je vroeg het niet, zei zelf, hè, want je bent freelancer, dus je hoeft niks te vragen. Maar je zei, ik ga naar roddelpraat. En wat zei de walgelijke man? Nou, hij zei, het is natuurlijk een beetje verraad van mijn eigen omroep. Omdat jullie natuurlijk ook heel veel
scheid over onze omroep. Nee hoor, we vertellen meestal gewoon de waarheid dat het een kutomroep is. Met walgelijke slechte programma's. En dat het geleid wordt door een ontzettende zakkenvuller van ons belastingbond. Dominique Weesje. Ik dacht eerlijk gezegd... Walgelijke man! Ik dacht eerlijk gezegd dat het was dat het hier eigenlijk gewoon leuk... De roddels gingen... Dat klopt, maar we gaan eerst nog of iets anders hebben. Ik wist niet dat... Nee, maar dan gaan we alleen, zaten om gaan mij alleen te even op beginnen. We zitten jou niet op de bussen, want we vinden je een hartstikke leuke vent. Maar ik ben wel nog... gevoelig zeg, je lijkt wel een nicht. Maar ik ben nog wel boos over één ding. En daar wil ik het over hebben. En dat gaat over het programma Onrecht. Ja. En gaan we het even kort over hebben. En dan is het ook klaar. Maar toen ik hoorde dat jij Onrecht ging presenteren. Weet je nog wat ik je toen heb gestuurd? Nou, ik weet niet precies wat je me meer hebt gestuurd. Dat je dood kon vallen. Dat ik heel boos op je was. Ja, maar weet je wat het is? En dat is ook een van de redenen dat ik toch dacht van... het is ook wel weer netjes om daarover... Want dat wil ik toch ook nog echt oprecht recht trekken. Oh. Ik was altijd in ieder geval al voornemens geweest om het jou gewoon te laten weten. Ja, dat is gelul, Mark. Ik ben gebeld door de eindredactrice en die zei... Nou, er komt toch weer een seizoen. Ja, jij hebt het van Mark de eindredactrice gehoord. En we zijn alweer aan het draaien. Het was nog maar helemaal luister, niet duidelijk wie het ging worden. Jij wist nog helemaal niet wie het ging worden. Wel, ik wist dat jij het werd. Ja, maar je wist nog niet wie de andere maar was. Mark, en dat wist ik zelf ook nog niet. Nou, dat weten we nog steeds niet, want die lul is al totaal onbekend. Maar luister nou, als je nou gewoon een kerel was, dan had je mij gebeld, zeg je Dennis. Dat is wel waar, ja, maar dat had ik ook gewoon gedaan. Maar je wist zelf nog niet met wie ik het ging Ik zal je wat vertellen. In Noord-Holland zeggen wij, achteraf kijk je een koe in de reet. Nee. Want je wist dat je het programma over ging nemen. En dat je dat met een totaal onbekende koekenbakker bent gaan doen. Die totaal onbekend is en nog steeds onbekend blijft. Is één ding. Maar jij wist dat je het ging doen. En toen had jij een grote jongen moeten zijn. En moet tegen Dennis moeten zeggen, vriend, ik neem je programma over. En heb je niet gedaan. En weet je waarom je dat niet gedaan hebt? Omdat je bang was. Omdat je bang was. En dan wil ik daar nog het laatste ding aan toevoegen. Ik wilde geen slapende honden wakker maken. Ik wist nog niet dat ik het ging doen. Zij zeiden tegen mij, er waren 3 of 4 gegadigden en ze wisten nog niet eens of ik het ging doen. 3 of 4 gegadigden. Even met alle respect voor jou, Mark Baanders, want ik mag je graag. Dat heb ik gewoon. Ik vind je een leuke vent. Maar als ze uiteindelijk bij jou uitkomen, lijkt het me stug dat er 3 of 4 gegadigden waren. Ze hadden gewoon niemand. Nou, ja, natuurlijk. Nee, maar anders laat je jou toch niet doen. Laten we eerlijk wezen. Even weer orde. Jij ging het maken, maar met wie je het ging maken, dat was onbekend. Maar jij wist al heel lang dat je het ging maken. Dan kun je me toch... Je was al lang aan het draaien. Ik was toch niet aan het draaien, Dennis. Ach, jij hebt dat gewoon... Ja, maar ik bedoel, ik ben daar gewoon heel eerlijk over. Ja, en achteraf nou had ik wel kunnen weten dat ik het misschien ging worden, maar er waren 3 mensen. Ik heb dit programma al begin met jou gemaakt. Hè, en ik heb toen was het niks. Ik heb daar van Onrecht met Bram succes van gemaakt. Dat is niet doorgegaan. Ik heb dat teruggekeken. Dat was ongelooflijk slecht. Ik heb er een succes van gemaakt met Bram. En, wat is dat nou toch? En het was ook helemaal niet... Ik bedoel, inhoudelijk gezien was het nou... Ik bedoel, het scoorde. Even een momentje. Oh, maar jullie programma was inhoudelijk beter. Nee, maar... wacht even. Maar als ik... Baanders, jij gaat... Onrecht 1.0, waar 1 miljoen kijkers waren, ga je afzeiken met wat jullie hebben gepresteerd? Nee, met 72.000 kijkers. Nee, wacht even, dat is onzin. Natuurlijk, onze achterban is kleiner. Onze achterban is kleiner. Dit is dan dezelfde achterban, lul. Jullie hebben een soort van terminaal kankerpatiëntje van gemaakt. Wat? Ik probeerde het te bestralen, maar het was verschrikkelijk. Met alle respect naar terminale kankerpatiëntjes, want dat is heel vervelend dat je wordt vergeleken met zo'n scheidprogramma. Nee hoor, met alle... Nee, maar laten we eerlijk zijn. Met die andere nakketikker, met wie je dat doet. Hoe heet die gozer? Niemand kent die. Nou, maar jullie vinden het klaarblijkelijk niet dat leuk. Jullie met z'n tweeën... Jullie vinden het duidelijk niet leuk. Twee kinderen een soort schoolkrant-tv aan het maken zijn. Dat was toch verschrikkelijk. Ja, okay, is gewoon niet gelukt. Jullie vonden het niet goed. Nou ja, misschien was het ook niet goed. Volgens mij waren er een hoop mensen die het wel leuk vonden. Nou, een hoop lijkt me het interesseert me echt heel weinig wat jullie ervan vinden van mijn programma. Dat is ook het probleem van Pound. Dat het heel weinig interesseert wat er gebeurt met belastinggeld. Want het is allemaal kut. Ja. Maar kunnen we even terug, want het is allemaal nu geschreeuwd. Kijk, laten we gewoon... Helaas. Even een korte samenvatting. Ik had een programma gemaakt met Bram. Dat ging niet door. Ja, dat prima, je weet met hoeveel ellende ik daar ben vertrokken. Toen ging jij het maken. Toen had je niet het lef om mij te bellen. Ja. Ik moest het van een ander horen. Toen was ik boos op jou. En toen uiteindelijk heb jij het programma gemaakt. En het is verschrikkelijk geworden. Of wie er ook wat van vindt, er heeft in ieder geval verschrikkelijk weinig mensen hebben ernaar gekeken. Ja. Ja. Ik vind het een emotioneel begin van de uitzending. Nou ja, verschrikkelijk weinig, gewoon gemiddeld.
Het ging niet viral. Het ging niet viral. Ja, gemiddeld bij poot. Ja, maar dat is verschrikkelijk kut. Nee, het ging niet viral. Het ging niet viral. Daar ben ik het mee eens. Maar wacht, er is een verschil. Er zit een tussenfase tussen flop en viral. Hè? En je zit gewoon bij de flopkant, maat. Er zitten die kijkcijfers. Als wij het eerste uur roddelpraat niet het kijkcijfers hebben wat jullie in een week halen, bellen Dennis en ik elkaar op. Er is iets aan de hand. Nou, jullie scoren wel goed, jongens. Ja. Gaan wij dan iedere week viral? Zeker niet. Want wij worden jullie gaan toch wel iedere week redelijk viral. Echt niet. We worden tegengewerkt door godverdomme alles en iedereen. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, leuk dat u er is. Onze vriend Slijptol. Gezellig. Dan hebben we een absolute scoop. Scoop. Ja, veel ophef deze week nadat Britt Dekker in Media Insight, een beetje een gejat programma voor ons, hè? Ja, dat is totaal gejat en is ook geen reet aan. Nee. Nou, zij dat zij een kandidaat kent van Expeditie Robinson die een cameraman heeft gepijpt voor een mars. Nou, dat is een bijzonder verhaal, maar je hebt daar natuurlijk geen reet aan. Als je niet weet wie het is, dus ik heb de alle oud-kandidaten waarmee ik op het eiland zat. En een meisje die, die was of heel rancuneus. Ja. Maar die zei in ieder geval waar het op stond, Sylvana IJsselmuiden. Verbaast mij niks. Niet? Pijpenkop. Oh, ja. Ja. Ja, is toch zo? Wat? Nou, ik vind haar echt een type die graag met dat mondje wat doet. Dat kan ik bevestigen. Nou, heb het thee. Ja, en nog goed ook nog. Maar je hebt ook meisjes die doen het en dan? Doe het maar pijn. Dan ben je toch niet per se een marspijper? Ja, ik heb het ook wel eens gehad. Maar het gaat toch niet op die manier zo als het hier staat? Het is toch een beetje kort door de bocht? Je bent verpoond, man. Ja. Wat dan kort door de bocht. Maar deze vrouw die zit op een eiland, die zuigt een cameraman af voor een mars. En wat dan nog? Mocht het gebeuren? Oh, en wat dan? Wat groeit dan? Nou, dat is vals spelen. Want je mag daar niet eten. Wat een mogels. Hoe is normaal, joh. Ja, echt. Jezus. Jouw argumentatie van hier tot nul. Waarom is mijn argumentatie niet goed? Je zit op een eiland waar je niet mag eten. Dan zuig je een cameraman af voor een mars. En dan zeg jij, ja, en wat dan nog? Ja. Maar wie is hier nou fout? De cameraman die haar een mars geeft om haar te pijpen? Ik weet niet helemaal hoe het met jouw morele kompas zit. Maar als ik iemand moet pijpen voor een mars, gaat er toch ergens iets mis. Ja, maar als jij iemand een mars aanbiedt omdat iemand honger heeft, maar dan eerst... Ik vind het sowieso een heel slecht verhaal. Ik geloof er niks van. Maar oké, maar ik vertel dus hier dat ik het van een andere kandidaat heb die het mij vertelt, nadat Britt Dekker het heeft verteld. En dan zit jij hier, ja, ik ken haar ex. En iemand met een pakje sigaretten uit Groningen. Dus het is niet waar. Maar dit verhaal, dit is natuurlijk... Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon... Jullie hebben het uit de tweede hand. Nee. Eerste hand. Eerste hand. Zij is overigens niet blij met haar bijnaam die haar heeft gegeven. Die achtervolgt haar. Welke? De Marspijper? Nee, de Fiat. Fiat Multipla. Ja. Ja, nou ja, ze heeft toch wel een kop als een Fiat Multipla. Ja, ik ga haar bellen. Ja? Sylvaantje, mocht je dit horen, lieve schat, je kan een snicker erbij krijgen ook. Oh. Ja, jij hebt geen interesse, dat snap ik wel, hè? Wat is het nou? Ja, ik weet niet, ik hou daar gewoon niet van. Waarvan? Nou, godverdomme, waar je op aarde bent gekomen, vriend. Oh, jongens. Ik had me er nog best op... Chocoladerepen, echt... Waar hou je daar niet van? Ja, heel goed. Had je me naar je baas geluisterd, hè? Maar even serieus, waar hou je niet van? Wat zeg je? Waar gewoon van dat. Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon een haat-liefde... Laat zitten, man. Een haat-liefde verhouding met pijpen. Nee. Met Sylvana. Met chocola. Nee, ik heb gewoon met hoe jullie hier alles... kijk, ik vind het leuk om roddels te laten weten. Ja. Maar dit zijn scoops, hè. Dit is geen roddel, dit is een scoop. Dit is nieuws. Ja. Stond overal, maar je vindt het vervelend. Ja, ik voel me toch niet echt op mijn gemak. Maar heb je dan niet een beetje het gevoel... Hè? Dat je bijvoorbeeld naar de studio voetbal gaat. Nee. En dat je daar dan gaat zitten. En dat je zegt, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel met dat gaan lullen over voetbal. Nee, kijk. Ja. Want dan zit je eigenlijk niet helemaal op je plaats, hè, als je daar moeite mee hebt. Ja. Nee, maar het is natuurlijk... Of denk je van, nou ja, dan heb ik in ieder geval meer kijkers dan bij Onrecht. Is een goed argument. Ja. Ik dacht meer van... En gezellig. Ja, ik dacht gewoon gezellig de roddels bespreken.
Je hebt de programma nooit meer gezien nadat je weg bent gestuurd. Maar het is wel heftiger geworden. Wel nee, maar. Het is heftiger geworden. Wel nee, maar. Dan gaan we door naar Kutter Seafood te Oldenzaal. Ja, mensen. Lekkere visjes, hoor. Ja, want we hadden het de laatste week veel over Kutter Seafood te Oldenzaal. Wat is er nou gebeurd? Nou, je had Van de Valk Gate en ik was gefilmd. Toen zei Robert Kutter, fijn dat hem dat is overkomen. Als ik hem tegenkom, dan sla ik hem in elkaar. Ja, en Robert Kutter is de vader van Kim Kutter. Dat is dat, ik weet niet, wat is het? Wat doet zij? Nou, snol. En ze heeft verkeering met Jaap Reesema, alias Jaap Zonnenek. Dat is die ongelofelijke fluim. Die wil dat ik een jaar de gevangenis in ga, omdat ik een mening heb. Jaap Reesema maakt weer een programma met Sander Schimmelpenning. Oh, daar heb ik nog een scoop over trouwens. Die is afgelopen quotefeestje vreemd gegaan. Hey, ik was ook op het quotefeestje. Heb je gezien? Sander Schimmelpenning is vreemd gegaan. Is met een chick die presentatrice is, een BN'er, de taxi ingestapt nadat ze hebben getonkje rolled. En wij weten wie het is. Binnenkort hoor je meer. Weet je ook wie het is? Nou, ik ben eerder van het feest weggegaan, maar ik heb hem nog niet met iemand anders gezien. Nou, mooi. Nou, leuk. Maar dan gaan we nu terug naar Robert Kutter van Seafood in Oldenzaal. Want Robert Kutter belt mij vrijdag. Helemaal top. Ja. Maar is het echt haar vader? Is het echt? Jezus, echt mijn linker oor zo heen. Ja, als je aanvulling hebt, mag je wat zeggen, maar je moet ervan uitgaan dat alles wat we zeggen dat het waar is. Oké. Robert Kutter belde mij dus vrijdag helpt op. Hij zei, het is er klaar mee. Jullie publiek, en dan denk zelf maar na wat voor mensen dat zijn, dat zei hij. Blijft mij maar lastigvallen. Ik heb nog maar 2 sterren op dit moment op Google. Terwijl wij de beste viszaken hebben van Nederland. Van Oldenzaal, denk ik dan. Nou ja, goed. Misschien ik de enige ook, hè? Ja. Maar goed, toen zegt hij, op dit moment wordt ons telefoonnummer doorgeschakeld naar een sms. Als je dan belt, dan gaat het nummer niet over. Maar dan krijg je een smsje met, er is alleen nog maar bedorven vis. We hebben boze mensen voor de deur. Die ons, wat ze hebben, een soort van grote plastic haring voor de deur staan. Die was in de brand gestoken. Slechte reviews. De website was gehackt. Zijn kinderen zaten overspannen thuis. En toen zei ik, Robert, ik zei toch, jij krijgt een lid op de neus. Ja, heb jij wel eens een lid op de neus gehad? Nou, dat denk ik wel, toch? Een lid op de neus? Ja. En toen... Dat is gewoon je grootste hobby. En die van Sylvana ook, toch? Ja, zeker. Maar die krijgt een mas voor. Ja, ja. Sylvana en ik zitten in hetzelfde schuitje wat dat betreft. Ja. Ja, jullie werken allebei voor een kutbedrijf. Maar goed, zei Robert... Ik zou dat voor een mas doen, hoor. Ja, mag ik door? En toen zei Robert het magische S-woord. Robert zei sorry. Oh. Ja, niet omdat hij het echt meende. Hij was in tranen, maar hij zei, ik had jou niet mogen bedreigen. Nou, maar hij zegt, nu gaat mijn hele bedrijf naar de Filistijnen. Dat willen we niet. En dat is ook niet leuk, dus spreek Jan even de mensen. Lieve mensen, we hebben ongelooflijk moeten lachen om het kan kuttersoop. Wat ongelooflijke lol heb ik gehad om wat er allemaal gebeurd is. Maar goed, het is wel mooi geweest. De reviews zijn inderdaad fantastisch afgenomen. Mensen hebben de meest ingewikkelde stukken geschreven en één ster gegeven. Maar die mensen hebben gewoon een familiebedrijf. Die doen gewoon hun best. Die staan 's morgens vroeg op. Die gaan naar de visafslag. Die proberen een bedrijf te hebben. Dus het lolletje is nu wel geweest. Hou alsjeblieft op met ze te klootzakken. Het is leuk geweest. De website is gehackt. Het telefoonnummer is gehackt. Alles is gedaan. Robert moest huilen en die zegt, jongen, ik had het niet moeten doen. Klaar. Dus ik wil wat aan jullie vragen. Stop met het negativisme. We gaan wat positiever te werk. Geef die man gewoon die 5 sterretjes terug. Dus maak het gewoon weer mooi. We hebben ons lolletje gehad. En als je nu denkt, ja, jezus jongens, zijn jullie slap geworden? Zijn jullie zwak geworden? Is dit de nieuwe roddelpraat? Nee, want binnenkort hebben we gewoon een nieuw slachtoffer. En die maken we ook weer helemaal met de grond gelijk. Want het komt vanzelf. Dan gaan we naar Gordon, want Gordon is... woest. Ja, Gordon zit op dit moment in Dubai. Dubai. En hij spreekt zich uit nu, net zoals Johan Derksen, tegen de mensen die geen vaccinatie hebben genomen. Gordon maakt er geen geheim van dat hij walgt van mensen die niet gevaccineerd zijn. Hij heeft er belang bij dat er een einde komt aan deze vrijheidsbeperkende maatregelen, omdat hij een aantal horecazaken heeft. Nou, goed. Hij laat weten op Instagram. In Dubai zijn er minder dan 75 besmettingen per dag. In Nederland helpen 15%
of meer dwaas de economie naar de kloot. Ik ben klaar met die mensen. Woede OVS bij Gordon. En die zegt, neem die injectie. Godverdomme. En dan zijn we weer. Zijn we er met de maand vanaf. Gordon eindigt wel mild. Want je krijgt ook de groetjes van Toto. Ja, dat zet hij echt bij. Groetjes van Toto. Hey, ik heb de Toto-beker, toch? Ja, nou ja. Bedankt voor je invulling. Ik wil hier iets op zeggen. Mag dat? Ja. Oké. Okay. Gordon is een, laten we zeggen, bekend als zanger, wat hij niet echt goed kan. Maar voor de rest is de man bekend geworden als sokkenverkoper op de Albert Cuyp. En die gaat zich nu een beetje doen alsof hij dokter is, die ongelooflijke staatsmogol. Hou eens eventjes op, joh. Wat denkt die idioot dan? Kijk, het hele punt is natuurlijk, dit is geen politiek programma, maar een entertainment en humorprogramma. Dus waarom jij zit, maar god weet het eigenlijk. Maar goed. Nee hoor, slijpie. Maar ik ga toch... Dit is... Hugo de Jonge en Mark Rutte riepen op een gegeven moment... Als 70% gevaccineerd is in Nederland, dan is het afgelopen, dan is er niks meer aan de hand. 70%. We zitten nu op 87%. Het is erger dan nooit. Dus dan kan je wel stellen dat het vaccin niet helemaal doet wat het beloofd is. Is het niet. Maar goed... Dat is gewoon wat je kan concluderen. Wat je feitelijk kan concluderen. Maar dan gaat die paardenlul die in Nederland ontvlucht is omdat iedereen in gozer zat is. Die zit dus met dat kuthondje met zijn hol daar in de woestijnzand. En die denkt op een gegeven moment... Oh, eventjes iets twitteren namelijk. Dat 15% ongevaccineerden, dat zijn dwazen die de economie naar de kloot helpen. Oh ja, oh. Dus 85% is gevaccineerd en de economie gaat naar de kloot door die 15%. Vreemd. Oh, want gevaccineerde mensen die komen helemaal niet in het ziekenhuis. Die kunnen helemaal niet ziek worden. En die kunnen helemaal niet corona doorgeven. Oh, wacht, toch wel. Wat is dit met dit soort... totale debielen. En dan zegt hij op een gegeven moment... Stop met dit bange beleid en armatierige gedrag... want in Dubai is het verplicht. Mag ik daar ook even op reageren? In Dubai is het ook verboden om een andere vent in zijn reet te neuken. Homoseksualiteit is daar verboden, Gordon. Jij zou daar opgehangen moeten worden en slijpt om met jou. Dus waar de fuck heb je het over? Ja, maar hier is het verplicht, dus dan is het goed. Als jij zo gek bent op de wetten en de verplichtingen in Dubai... dan hang je binnenkort met die dikke vette nek van je in een strop. Ongelooflijk ook, dat nek. Ja, maar wat de fuck? Dat is toch... Ik ben met je eens, geen spel. Het is toch belachelijk, die ontzettende paardenlul. Die gaan roepen, ja, in Dubai is het verplicht, dus is het goed. Ja, in Dubai is het verboden om voor een mas iemand te pijpen... als het van hetzelfde geslacht is. Nou, waar heeft die gozer daar nog over? Nee, maar het is belachelijk. En dat soort, zo'n lul die dat dan op zijn Instagram zet voor een miljoen mensen... en haalt hij na een kwartier ook weer weg... Die vuile, doorgesnoven, natnek, die bipolaire coke-junk. En waarom denk je dat hij na een kwartier weer weggaat? Want dat is... Omdat hij dan berichtjes krijgt van Gordon, je lult dat je nek doet voor normaal. Ik vind het niet leuk. Denkt hij, oh, ik haal het maar weer weg. Net als vorige keer dat hij weer doorging met dat vriendje van hem. Wat ook onzin bleek te zijn. Die man is niet goed bij zijn hoofd. En hij is godverdomme nu aan de andere kant van de wereld gaan wonen. Omdat we genoeg hebben van die dwaas. En wat gaat hij doen? Gaat hij ons bestoken met corona-adviezen? Doe er nou toch op. We moeten godverdomme onze corona-adviezen nu al horen van veeartsen. Want Ab Oosterhuis en dat lelijke wijf die op Rod Stewart lijkt, hoe weet het? Die Marion Koopmans, of hoe weet dat? Hoe dat uitgezakte kreng. Dat zijn veeartsen! Ik vind het een mooi verhaal. Jij krijgt naar de tering, zeg! Is het toch goed? Nee, het is niet goed. Ik word helemaal laat dood. Laat het lekker gaan! Ja, maar neem die injectie, dan zijn we er vanaf. 87% van Nederland heeft die injectie genomen. Ongelooflijke dikzak! En we zijn er juist niet vanaf. Het wordt alleen maar erger. Jan, jouw advies... Gordon. Ja. Gordon, geef jezelf aan bij de autoriteiten van Dubai... en zeg dat je van de Griekse grondsbeginselen bent. Gaan we eens even kijken hoe je het leuk vindt... met de wet en regelgeving al daar. Ja? Mooi. Nou, daag. Goed. Gaan we door. Want niet alleen ik zit in een negatieve, neerslachtige bui... na het verlies van mijn vriendin... en daarbij mijn goede stemming. Ook mijn zus... Ja, en dan niet mijn lieve Celientje, maar mijn halfzus. Want mijn vader had voor mijn vrouw, voor mijn moeder, wat een ongelukkig huwelijk was. Ook een ongelukkig huwelijk. En daaruit kwamen ook mijn halfbroer en halfzus. Waaronder Marianne Schouten. Heeft hij nu trouwens wel een gelukkige relatie met die kapster? Dan laat ik... Met de zus van de kapster. Met de zus van de kapster. Ik mag niet meer bij die kapster komen nadat jij daarover hebt uitgemaakt. Nee. Jawel. Nee, jij mag niet meer bij die kapster komen...
omdat ik moest lachen om de foto van de kapster. Ja. Dat is iets zo anders. Klaar. Die heeft overigens dezelfde kop als jij. Ja. Wat wel grappig is. Klaar, ik heb nu een andere kapper. Maar goed. Is er dan een andere kapper die accepteert om dit te doen? Dat vind ik echt niet te geloven. Nee, maar even... We zouden, Dennis en ik hebben elkaar een appje gestuurd van de week. Yeah. Laten we elkaar iets minder afzeiken in roddelpraat. Over elkaar. Laten we elkaar minder afzeiken. Weet je wat we doen? We nemen wel een of andere nutteloze gasten. Kunnen we die afzeiken? Vorige week hebben we dat bepaald. Maar laten we het toch nog even over zijn haar hebben. Wat vind je daar nou van? Ik vind alleen dit plukje. Ja, de kogelvrije. Vind ik erg ongemakkelijk. De kogelvrije kuif. Dat is allemaal goed. De kogelvrije kuif. Dat dit, om dat ongemakkelijk, hè? Te verbergen, dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Maar goed, we hebben al genoeg in de familie. En daarom gaan we nu naar mijn zus Marianne Schouten. Oh. Marianne Schouten is raadslid voor GroenLinks in Enschede. En sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is dat een feit. Marianne stopt nu direct met haar werkzaamheden in Enschede vanwege klimaatstress. Ze heeft zelfs een klimaatdepressie. Mag dat? Mag je dan... En dan zou je denken, Dennis, zou je daarmee natuurlijk je familie in discrediet brengen? Nee, dat hoef ik niet te doen, want Marianne had alle kranten opgebeld om zelf haar verhaal te doen. Samen met mijn neefje, haar zoon. Waarin ze dan onder meer zegt, toen haar zoontje Willem laatst niet lekker was, zei hij dat hij zich zieker voelde als de aarde. Marianne Schouten had vol overtuiging willen zeggen, het komt wel goed, schatje. Maar ze vroeg zich af, lukt dat nog wel? Op de golven van overspannenheid slaat stemming om van hoop in moedeloosheid. Ik vind het knap van me dat ik tijdens dit gesprek met mijn zoon niet heb gehuild. Ik heb toch wel eens gezegd dat die hele familie Schouten gek is. Dat klopt dus. Maar Marianne... Oh, ik ga... Afkomstig uit een arbeidersgezin en met een beperkt vangnet om zich heen. Bedankt. Ja. Merk ze dat haar schouders het niet meer kunnen hebben. Wat kan ze... Het klimaat van de hele wereld kan ze niet meer dragen. Maar goed, het blijft mijn zus, dus laat ik afsluiten met haar positieve woorden. En een mooi portret van haar. Oh. Ze schrijft... Wees allemaal een beetje lief voor elkaar, alsjeblieft. En zuinig op onze prachtige en zeer belangrijke natuur. Onze aarde, onze leefomgeving, ons huis dat nu in de brand staat. Oh. Hopelijk ben ik na een paar maanden weer redelijk op de been. Oh. En kan ik als raadslid blijven werken aan een betere stad. Een betere wereld en dan een mooie plaatje bij. En dan nog een advies van je liefhebbende broer. Je bent als enige in de familie universitair afgestudeerd. Zoek daar een baantje naar. Ja, maar die foto, is ze dan helemaal bloot met de wake-up en act nou? Ja, die heeft een vriendin van haar gemaakt. Die werkt altijd voor Kick-Out Zwarte Piet. Oh, maar hoe oud is ze? Die hoek zit ze, hè, neem ik aan. Ja. Hey, maar ze is helemaal naakt eronder. Ja. Volgens mij heeft ze best een mooi lijf. Alleen, een mooie vrouw. Ze zou wel ongelooflijk aardige poes hebben. We gaan naar... Dominic Wezi! Ongelukkige man! Jan Roos, die kut omroep poont. Jan Roos, nu kom je aan mijn brood, hè? En ik zou je vertellen, als jij gewoon niet ontslagen wordt na jouw prestaties, denk ik niet dat je überhaupt ooit ontslagen wordt. Nee, je wordt alleen ontslagen als je een eigen mening hebt. Ja, maar dat willen ze niet. Nee, maar kutcijfers is geen enkel probleem, vriend. Nee, dus jij hebt gewoon nog een baantje aankomende jaren. Precies, maak je niet druk. Want wat is nou uitgelekt, hè? Het Villa Media, een soort van journalistenblaadje, heeft laten weten wie de 25 rijkste mediamannen zijn. En op nummer 8... Nee, mannen en vrouwen, hè? Mannen en vrouwen. We zijn tegenwoordig helemaal genderneutraal ook bij Poons. En op nummer 8... En dat is dan ook de hoogste van de publieke omroep. De rest zoekt het commercieel. Staat Dominic Wezi met een vermogen van 4 miljoen euro. Ja, maar dat is, jongens... Mogelijk, man. Ongelooflijk goed geïnvesteerd in een enorme hoop dingen. In de Bitcoin heeft hij, was hij heel vroeg bij en weet ik wat allemaal. En jullie zitten hier nu dit allemaal te vertellen, maar jullie hebben geen idee wat zijn verdiensten zijn. Heb jij toevallig de laatste tijd een aantal marsen van hem gekregen? Jezus! Dat is gewoon
onzin wat jullie zeggen. Deze man dat heeft... Dat heeft niet alleen maar te maken met zijn werk. Nee, maar luister, vriend. Hij vind heeft allemaal... zijn bedrijf verkocht. Kijk, ja, okay, ik begrijp heus wel dat je hem verdedigt. Want anders moet je op zoek naar een nieuwe werkgever. Nee, en dat wordt wel lastig. Dat was een grapje. Dit gaat gewoon om het feit dat... Ik bedoel... De beste man heeft... Hij zou nu 148.000 euro per jaar verdienen. Hij heeft de eerste 5 jaar, toen ik er werkte namelijk... heeft hij iets van 270.000 euro per jaar verdiend. Omdat hij namelijk petten heeft gestapeld. Namelijk omroepdirecteur, presentator, producent. En hij heeft bijvoorbeeld het geld van de radio overgegeven naar de televisie en in zijn zak gestoken. Ja, hij heeft, kom je nog steeds niet uit op 4 miljoen. Hij heeft officieel gefraudeerd. Ja, maar je kan... Ja, maar hij heeft wel gefraudeerd. Hij heeft gewoon belastinggeld gejat om in zijn eigen zak te steken. En dit is geen onderzoek van ons, het is van een ander. Dus kijk, maar dat jij onderdeel van deze maffiabende bent, prima, snap ik allemaal wel. Alleen, wij gaan het niet ontkennen. Wij ontkennen de waarheid niet, vriend. Nou, lees het artikel maar. Nou ja, Waar staat dat hij gefraudeerd heeft? Dat staat niet. Dat weten wij uit de eerste hand. Dominique Weesie zegt, ik werk elke dag van 8:30 tot 12:00 s'avonds. Totaal niet waar. Nou, hoe laat komt die vent op de redactie? Ik heb er ook gewerkt. 11:00. 11:00. En dan zit hij de hele dag op dezelfde houding. Met zijn poot omhoog. En dan dubbelt het filmpje te kijken. 24 peuken per uur. Gaan er een. En dan staat af en toe moet een stagiaire. Hey! Hey! Mag ik nog een biertje? Je moet een biertje. Hey, stagiaire! Haal broodjes! Haal broodjes! Van mijn belastinggeld. Ja. En dat is alles wat hij doet. En in de tussentijd schrikt hij, want dan staat die plantenbak voor zijn broer weer in de fik. Ja, die staat weer in de hens. Overigens is hij die zelf niet aan het blussen. Dan laat hij een stagiaire doen. Ja. Ja. Heb je dat laatst gehoord? Hadden jullie zo'n stagiaire, zo'n meisje van de journalistiek? Hoe lang heeft hij bij jullie stage gelopen? 2 weken toch? Weet je wie ik bedoel? Nee, ik heb echt geen idee. Dat meisje uit Volendam. Die heeft het nog geen week volgehouden, omdat ze zijn peuken uit die palen en hoe lang hebben jullie het dan niet volgehouden? Jullie lijken wel gewoon twee boze broertjes van Omroep Poont, die zich buitengesloten voelen en daar gewoon alleen maar vervelende haat over zijn. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik vind het gewoon vervoeiende moeite om naar te luisteren. Nee, dat is niet helemaal waar. Je had nog steeds bij Poont kunnen werken. Ja, als je, klopt. Ik had het ongelooflijk leuk gevonden als je ook nog steeds had gedaan. Ja, zeker. Als ik totaal geen principes had gehad en de hele dag voor een mars wilde laten... Jongens, jullie hebben allebei daar je handje op gestoken. Jullie hebben allebei daar geld op gehaald. En je hebt gelijk. En jullie zijn de hele tijd alleen maar boze dingen aan het doen. Even leuke dingen over Poont, hè. Weet je wat, kom zo, dat gewoon iets leuks. Hoe is met... Ik heb gehoord Dominique is verloofd. Ben je uitgenodigd voor het huwelijk? Met Annemiek zonder liggen. Oh, ben je, niet... je kunt toch zeggen of je dat wil, maar... Ik ben niet eens uitgenodigd. Ah, Vera dan. Meen niet. Vera dan. Ja, Vera, ik weet niet eens of Vera, het moeilijk Vera is. Vera is denk ik getuige. Ja. Want die kent ze allebei van dichtbij. Die had bijna 2 marsen te pakken gekregen. Ik had hier nooit naartoe moeten gaan. Zij Dominique toch al? Nee, of krijgen we voor het beffen van de vrouw van de voorzitter meer dan een mars? Oh, dit is allemaal zo'n dan krijgen denk ik misschien wel een heel paar koetjesrepen. Hey, wist je nog dat we ooit een keer... Ja, maar je hebt het blokje Patty. Je hebt het blokje walgelijke man. Je hebt het blokje Gordon. Oh, je bent een en jullie kijker. Roep... Ja, tuurlijk ben ik een kijker. Heel goed. Ik geniet ervan. Maar luister, ik lachen. Maar ik ga voortaan gewoon lekker kijken en niet meer deelnemen aan... Maar nu zit je daar. Hey, maar Markie. Dat denk ik ook. Hey, wist je nog dat we met de omroep in Harderwijk waren? Dan laat ik nog dat verhaal tezijde dat jij door dat hotel rende omdat je de taxi niet wou betalen. Maar gewoon alleen dat stukje aan het eten. Dat hij toen op een gegeven moment... wij zaten naast elkaar en tegenover ons zat Dominique en Vera. Toen zei hij, kats bezorpen, dat waren allemaal... Mark, Dennis, denken jullie dat ik wel eens vreemd ga? Nee, en toen zei Mark, nee. En toen zei ik, ja, want dat weet ik van Tom Staal. Dat is namelijk de vriend van Vera. En die is hartstikke boos dat je iedere keer hebt zeggen. Dit zijn gewoon... Je zat ernaast! Je hebt erop geantwoord! Ja, maar Mark, laten we één ding. Je bent wel een beetje op dit moment... En ik wil niet gelijk een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog maken. Want dat vind ik namelijk te makkelijk. Maar op dit moment ben je een beetje een NSB'er.
Ja, je doet zo. Nee, nee, niks aan de hand hoor. Nee, dat weet ik toch allemaal niet. Dat weet ik toch allemaal niet. Ik snap het ook allemaal wel, want je hebt toevallig dat uniform aan. Punt is natuurlijk wel. Dominique gaat niet leuk met mensen om. En heeft een driehoeksrelatie met Vera en Annemiek zonder lippen. Ja, goed, maar dat weten jullie allemaal. Dat is helemaal niet algemeen. Maar goed, jullie kunnen gewoon zeggen. Nee, maar Markie, kijk, ik ga niet. Het gesprek met mij, Dominique en Vera zat je naast. Wij zaten naast elkaar, hun aan de overkant. Ja, maar het kostte werk. Ja, dat snap ik wel. Weet je wat? We passeren dit onderwerp. Maar goed, we hebben wel een scoop. En dat is dat Dominique ook huizen verhuurt. Dat is wel nieuw. Oh, wat leuk. Dit is Wilfred Gené. Misschien krijg je ook een korting als je met Wilfred met je hakjes richting het plafond gaat. Ja. We gaan rekenen. In de BV van Wesie zit namelijk 2,1 miljoen euro aan eigen vermogen. De BV maakt ongeveer 5 ton winst per jaar. Nou, dat is niet zijn salaris, dus dat kun je bij het salaris optellen. Dat geeft prijs dat Wesie een kleine vastgoedportefeuille heeft. Bezit staan uit 4 objecten, dus hij verhuurt er nog 4 wonen. Zelf woont hij, en dat is in het Watergraafsmeer. Ben je er wel eens geweest, dat kasteel van hem? Nee, dus meer een soort van bunker, dus afgesloten met camera's, et cetera. En als hij naar buiten gaat, bent er wel geweest. Trekt hij een petje op. Ja, ik heb er vaak geslapen. Ja. Een goede tijd tussen mij en Dominique. Dat was anders, maar dat was wel leuk. Maar goed, nu zijn jullie natuurlijk benieuwd. Zelf woont Dominique in een huis, dus in Watergraafsmeer, met een waarde van 1,5 miljoen euro. Veel. En ze schat in dat hij minimaal 4 miljoen euro heeft. Nou, dat lijkt me... Je applaudisseert nu voor je baas. Hij heeft toch gewoon goed geïnvesteerd. Hij heeft toch gewoon... Die pandenprijzen zijn toch ook verdubbeld in de afgelopen jaren. Hij heeft ook heel vroeg gezien dat de bitcoin... Ik snap heus wel wat je nu doet. Ja, maar ik hou er anders, niet van. Want de WW is ook niet alles. Alleen overdrijven niet zo. Ja. Dat is alles wat ik wil meegeven. Die man heeft gewoon miljoenen belastinggeld gestolen met neppraatjes. Die zou een rechtspopulistische zender beginnen. En het is gewoon een linkse inclusiviteits... clusterbom geworden. Als de links waar jij onderdeel van bent. Met de fucking klimaat. Even serieus. Als de links inclusiviteitsblunder zou worden, zou ik er niet hebben gewerkt. Oh, nee, want je hebt veel keus. Ik zou je wat vertellen, Baanders. En dan ben ik serieus. En hier maak ik me echt... Ik hou van je, met een schat van een vent. Maar hier maak ik me echt boos mee. Poont is in het bestel gekomen omdat ze rechtspopulisme, dus zeg maar de rechtse volkse kant, eindelijk een omroep zouden geven. Wat doen ze nu? Ze hebben een podcast over vrouwen aan de top. Rutger Kastrikum, non-talent, rijdt in een auto rond met een klimaatkar te lullen over dat het klimaat zo erg is. Er komt nu een inclusiviteits- en diversiteitsshow komt er nu aan. Jullie zijn godverdomme enger links dan Vara BNN of BNN Vara geworden. Dat kan je zeggen, het is niet zo. Jullie hebben programma's waar je zelfs... als je een beetje links bent, dood voor moet gaan. Want het is namelijk echt regressief links. En dat zenden jullie uit, terwijl jullie in het bestel zijn gekomen met het verhaal om populistisch rechts een stem te geven. Dat doen jullie niet. Iedereen die vanaf het begin bij Poont lid is geweest of er heeft gewerkt, zoals ik, schijt erop. Waarom? Omdat jullie zijn gewoon één geworden met de rest van de NPO. Waar de reden dat Poont is opgericht is omdat de rest van de NPO hetzelfde was. Allemaal dezelfde linkse lulkoepraatjes. Daarom is Poont opgericht en daarom had je Poont en WNL op een gegeven moment in bestel. Wat doet Poont en WNL? Wordt precies hetzelfde als de rest. Jullie zijn gewoon tuig. Omgekocht tuig. Overlopers, verraders, fariseërs, NSB'ers. Klaar. Heb je de programma's, bijvoorbeeld Vrouwen in de Top en de klimaatkar, heb je het zelf überhaupt gekeken? Ja, daar heb ik naar gekeken. Het was beschamend. Want ik zou je namelijk wat vertellen. Heb je gezien? Nou, ik zou je vertellen, een van de aankondigingen bij de klimaatkar, of klimaatkar heet dat geloof ik, wordt het verhaal: het is niet meer te ontkennen dat er een klimaatprobleem is. Ik zou je vertellen, die Dominique Wesie. Die Dominique Wesie, waar jij tegenwoordig waarschijnlijk op de knietjes voor zit, die zei vroeger: klimaatverhaal bestaat niet, Zwarte Piet is fantastisch, dit en dat. Alles waar hij voor stond, staat er nu niet meer voor. Hoe komt dat, denk je? Nou, ik zou je vertellen, dat komt door één ding. Omdat die klootzak er geld aan verdient om dingen te ontkennen of te bevestigen die hij vroeger andersom deed. Het is gewoon een vieze, omgekochte, frauderende hond. En jij loopt erachteraan omdat je een centje kan verdienen. Dat begrijp ik ook. Dan gaan we naar een glimlach op uw gezicht. Want we gaan naar muziek. We hebben een nieuwe muzikant. Yes. Ja, voor jou dan. Frederik de Zwetser. Dat is een topper. Ja, en die heeft muziek gemaakt. Ben je er klaar voor, Markie? Ik zeker, ja. Schrok, hè? Ah, dat is scherp.
Ja, maar dat komt misschien wel. Ik zie daar een gitaar. Bij Robert Kutter, ja, de vader van Kim. Daar gaat het niet zo goed en met zijn zaakje even min. Bedreigde onze Danny, dat was echt een foute keus. Want wie aan onze Danny komt, krijgt vaak het lid op de neus. Wat roddelpraat, is elke week toch weer een feest. Ik word pas weer vrolijk als Jan en Dennis zijn geweest. Ik ga er dan voor zitten met een pilsje en wat friet. En vind je roddelpraat niet leuk, dan mag ik jou dus niet. En ach, we vonden Robert kut, maar het kan nog wel wat kutter. Dominique is stinkend rijk, dat gun je hem toch niet, die hufter. Verdiende meer dan 4 miljoen, dat is belachelijk veel belastingpoen. Maar wie anders bedenkt zo'n plan dan deze walgelijke man? Wat roddelpraat, is elke week toch weer een feest. Ik word pas weer vrolijk als Jan en Dennis zijn geweest. Ik ga er dan voor zitten met een pilsje en wat friet. En vind je roddelpraat niet leuk, dan mag ik jou dus niet. Mooi. Ja, prachtig toch? Is deze man getalenteerd of niet? Wat zeg je? Frederik de Zwetser, je bent een absolute wereldheld. Ja, ja, met prachtig nummer. Rake teksten, Frederik bedankt. Maar dan is het nu tijd voor het blokje. Het is tijd voor het... Reclameblokje. Ja, en dat zou jou verrassen, Mark, maar dit bestaat voor 0% uit belastinggeld. Ja. Nee, dit bestaat uit donateurs en die hebben wij keihard nodig. Wat zeg ik, ons imperium zakt ineens. Waarbij de overhoed er tegen de plint aanklopt. Volgens mij ga jij 2 weken op vakantie. Moeten wij doorwerken en wordt het iedere maand minder en minder. Dus bij deze een smeekbede na jullie. Afgelopen week ben ik 2 uur op vakantie geweest. Kon ik er even tussenuit, 2 uur. Waar ben je geweest dan? Ik ben even door het bos gewandeld. Toen was het afgelopen. Mooi. Jij gaat naar Afrika toch? En skiën. Ja, ik heb het heel goed voor elkaar. Nou, heel mooi. Maar wij niet. En daarom hopen wij dat u ons wil steunen. En doet u dat voor niets? Nee, want we nemen heel lang op. En lang niet alles kan in de reguliere uitzending. Want er komen momenten dat het te ver gaat. En die kunnen dan niet op YouTube. En die willen we dan toch nog graag naar jullie sturen. En dan zorgen jullie dat wij kunnen overwinteren. Want er komt weer een hongerwinter aan, zoals zo is het voor staat. En ja, u kunt het ook niet doen, maar dan is het enige wat we nog hebben. Troep. Wat Dennis probeert te zeggen is, steun ons op rollenpraat.backlink.org. Rollenpraat.backlink.org. Dan krijgen we nu een samenvatting van alle shit die overblijft van deze uitzending. Wat niet uitgezonden kon worden. Als zesde in jullie doosje. En waarom niet, zou ik altijd zeggen. Nou, dat is toch iets anders dan dat we zeggen, we krijgen geld van de overheid en we doen ermee wat we willen, nou, zoals deze man. Ik vind het gênant. Er waren vorige week maar liefst 40 minuten. Nou, dat is best veel. Dat is heel veel. Hoe lang duurt die uitzending van Oorrecht trouwens, waar niemand naar kijkt? Oh jongens, echt. Nou, maak het maar af. Maak het maar snel af dit. Oh. Doe het voor leuk. Het is net zo gezellig. Ja. Maar we hebben meer mensen. Rolpraat.backme.org. En dan krijgt u rollenpraat.bebby.org en dan krijgt u een persoonlijke handgeschreven mail van Jan met daarin de link naar die extra uitzending. En dat is echt top. En u steunt ons. Nou ja, wat is er nou mooier? En die krijg je dus in je doosje. Dan is het tijd voor de betalende advertentie. En dan beginnen we bij Seafood Cutter in Oldenzaal. Viswinkel, Jan. Fantastische viswinkel. Als je toch een lekker visje wil. Vis en fris zo uit de zee. Jij bent gek op vis. Gek op vis. Zeker als moet je naar Seafood Cutter gaan. In Oldenzaal. Ja, prachtige zaak. Seafood Cutter in Oldenzaal. En niet geheel toevallig. Ja, ik dacht, wat moeten die bij ons? Maar het eigenaar is Robert Cutter. Die is de vader van Kim Cutter. Ja, Kim Cutter is een hele leuke, getalenteerde vrouw. Die doet het al jaren leuk met Miss Holland en dat boel. En dan is een...
Dat is Nederland. Ja, en een fantastische, aardige meid. Gezellig ook. En die wandelt nooit over de graf van jonge meisjes die overlijden. Totaal niet. Ik heb ooit een begrafenis met haar bijgewoond. Dat was heel gezellig. Jaapie Reesema, leuke zanger. Jaapie Reesema, een multitalent. De man heeft een enorme stevige nek. En die steekt hij ook graag uit in zijn podcast. En dan roept hij helemaal niet op om andersdenkende mensen de gevangenis in te gooien. God, wat een leuke vent. En hij kan nog zingen ook. Nu wij niet meer. Nou goed, maar Robert Kutter is ook een hele muzikale vader. Robert Kutter is een hele waardevolle, liefdevolle man die nooit iemand zou bedreigen. Die zingt zo persoonlijk dat zelfs de tranen over de wangen lopen als die man begint te zingen. En dat heeft hij nu ook gedaan voor zijn eigen zaak. Robert Kutter heeft een jingle ingesproken voor Seafood Kutter te Oldenzaal. 5 sterren review, zou ik nu al geven. Nu al. Lekkere vis, vers en goed. Ga jij naar Kutter Seafood? Ook voor goede service en de vangst van de dag. Ga naar Kutter Seafood. Kutter Seafood in Oldenzaal, je wordt er altijd vriendelijk begroet. Daarom ga jij dit nu meteen naar Kutter Seafood. Fantastische zaak. Ga naar Kutter Seafood. Ik geef ze 5 sterren. Mooi. Ja. Is dit echt de vader van Kim? Ja. Ja, ja. Dan gaan we naar foodhopper.nl. 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 En die hebben dit prachtige voetmassageapparaat opgestuurd. Ach, wat een mooie machine. Ik kan je vertellen, ik was een beetje cynisch. Tot ik mijn voetjes erin deed, toen dacht ik, godverdikke. Dat is een lekkere massage aan mijn voetjes. Ja, heb je voetjes erin gestopt dan? Ja. Ja, hij heeft trombose benen, dus dat helpt extra. Oké, chill. En Foodhopper stuurt, ho, 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 de kerstman komt weer eens langs dit jaar op zoek naar het ultieme kerstcadeau voor uw opa of oma, vader of moeder. Een voetmassageapparaat maakt ze zeker weten blij. Met een waardering van 9,4 gemiddeld maakt Foodhopper dagelijks wandelaars, hardlopers en ouders blij. De voetmassageapparaten van Foodhopper zorgen voor een betere doorbloeding, minder stress en minder pijn aan de voeten na hardlopen of wandelen. Heerlijk. Tevens zijn alle apparaten van Foodhopper CE gekeurd en van de hoogste kwaliteit. Alle producten hebben in november en de kerstperiode een vaste korting van 50%. En met de kortingscode de Roddelpraat komt die ook nog eens 10% bij. Verras de familie dit jaar met een origineel cadeau en grijp die korting op foodhopper.nl. Door de kortingscode de Roddelpraat te gebruiken steun je automatisch. Jan en Dennis, 10% van het aankoopbedrag gaat namelijk richting Roddelpraat. Oh. Twijfel of dit... Misschien gewoon een verhaal. Kan dit niet in die expliciete aflevering? Nee, krijgen wij 10% korting? Hè? Nee, wij krijgen deze 10% de van de aankoop. Koop de voetmassage. Ik zou je vertellen, het is voor de voeten. Maar ik heb gehoord dat sommige mensen iets anders erin kan stoppen. En denken aan de multipla. Oké. Dan was dit de Foodhopper geweldbedrijf. En dan hebben we er nog eentje staan. En dat is natuurlijk het Stucador Collectief. .nl. Het allerbeste stucadoorscollectief.nl. Stucadoorcollectief, zeg ik zelf. Stucadoorscollectief. Collectief.nl, ja. Stucadoorcollectief.nl van Nederland. En wat voor bedrijf is dat, Jan? Nou, ik zal je vertellen. Ze kunnen verbouwen, herbouwen, overbouwen, bijbouwen, doorbouwen. De hele rattenplan. Ze kunnen alles doen wat nodig is in je huis. Ze kunnen latex spuiten, ze kunnen stuken, ze kunnen de hele tering is oude, zo moeilijk kunnen ze doen. Dus wil jij je huis verbouwen? Bel stucadoorcollectief.nl. Want stucadoorcollectief.nl is een fantastisch bedrijf. En nog steeds 2 euro korting per M2. En dat staat voor vierkante meter. Sterk. Ja. En ze zijn ook op zoek naar nieuw personeel. Zeker. Dus stel, de walgelijke man ontslaat jou ooit. Stucadoorcollectief.nl. Kun je jezelf aanmelden. En dan kun je daar aan het werk. Er is één ding met stucadoorcollectief.nl, waarom het ook zo niet zoveel kost, is omdat ze niet Nederlandse mensen aannemen. Ja, maar nu ook Nederlandse mensen. Echt? Ja, want ja, ik denk... Maar die krijgen net zo slecht betaald als de rest, toch? Die krijgen Nederlandse tarieven. Echt? Ja, dus bent u een stucador, wilt u stucador worden, en zoekt u werk, ga dan naar stucadoorcollectief.nl. Of laat ik spuiten, is ook leuk. Ja, dat kan ook. En dan heb je een baan. Ja. Maar in ieder geval willen we zeggen dat stucadoorcollectief.nl een fantastisch bedrijf is waar je alles kan laten doen aan je huis. En hun website is... stucadoorcollectief.nl. En volg Roddelpraat ook op Instagram. Roddelpraat. .nl.
En de laatste tijd worden ook veel filmpjes van Poont gedisliked op YouTube. Ja, daar vind ik eigenlijk niks van. Nee, ik ga er gewoon mee door. Ja, ja, nee, daar wil ik nee, niet. Helemaal niet. Nee, dat vind ik dus niet nee, leuk. Nee, dat is niet Slijptol is nu bij ons te gast. En Slijptol is nog steeds een held. Doe dat niet. Maar je filmpjes mag in de reacties Slijptol wel laten weten wat je van de directeur vindt. Dat is wel, dat is een walgelijk man. Maar Slijptol is een prima gozer. Ja. Dat moeten jullie wel weten. Ja. Nou, want, jongens. Want wij houden van Slijptol. We hebben nog een onderwerp. We hebben nog een onderwerp. Oh. Ja. Maar dat is wel altijd... Jij wil dat het weg. Je wil je er makkelijk van afmaken. Het zijn geen opnames van onrecht. Een leuk onderwerp en een goed verhaal erbij. Dan zijn we bijna bij het einde. Maar er is toch weer nieuws om hem. De grote man uit de media. De man die naar Hollywood zou gaan. Maar de man die eigenlijk op dit moment in Friesland zit. We gaan naar Rogier. Oh, Rogier is die van Frank en Rogier. Nou, het kwartje valt. Ik dacht dus nooit dat hij kaal was. Maar jullie hadden de scoop volgens mij dat hij kaal was. Nee, hij liet het gewoon implanteren. Dat is toch iedereen zag. Oh, Mark. Maar jou, ja, dit is wel heel pijnlijk. Zeg jij maar gewoon leuk. We gaan naar Rogier! Yeah! Oh, heel leuk! Denk je misschien, god, is dit nou nodig? Is dit nou nodig voor je carrière? Maar dit was succesvoller dan wat jij hebt gedaan. Maar er is wel echt... Nee, laat maar. Maar er is wel echt groot nieuws omtrent Rogier. Want Rogier heeft mij gedeblokkeerd op WhatsApp. WhatsApp! Ja. En hij stuurde een heel boos bericht. Maar één momentje. Maar hij had je geblokkeerd, toch? Maar ja, hij was boos op jou. En nu gedeblokkeerd en heeft hij een boos bericht gestuurd. Ja. Waarover? Nou, daar kom ik nu. Vorige week hebben wij de absolute scoop gebracht dat zijn Labrador Brownie verliefd is op de Golden Retriever Abby. Ja. Nou, Rogier stuurde mij een bericht. Yo, bro, hoe weet jij dat Brownie verliefd is op Abby? Ja. En toen zei ik, ja, hoezo? Ja, het is echt niet leuk dat je dat zomaar brengt. Dat was nog geheim en wij brengen dat. En hoe kom je erbij? Allemaal boos berichten onder elkaar. En ik was aan het douchen. Wacht even, het was geheim dat zijn hond verliefd is op een andere hond? Ja. En dat was geheim? Dat was boos. Dat was echt boos. Dus het, hoe kom je erbij, bro? En ik vind het echt niet leuk dat jullie mij zo verblok zetten, dit en dat. En toen stuurde ik uiteindelijk naar hem. Ik zeg, Rogier, dat interview heb je zelf gegeven aan de Veronica-gids. Oh, oké. Okay. Dat is gek. Hij zoekt contact. Nou, uiteindelijk. Maar het echte nieuws is... Want wisten jullie nog dat Rogier ooit verliefd was op een aristocratische Italiaan... die hij had ontmoet uit Gestaat en waarvan hij een cadeau had gekregen van... Ja, dat wist ik. Ja, wat? Cadeau van... Herpes. Herpes. Ja, dat heb jij Herpes. Als je dat je mij vraagt. Maar... Dat ging toen uit. En toen ging hij met een man uit Boswart. Uit Friesland. Boswart, ja. Maar hij is weer terug bij Marco uit Italië. Maar waarom is hij helemaal met Frank en Rogier? Was toch een leuk koppel? Ah, man. Ik ben hun wel eens tegengekomen bij Van Dam. Hebben we wel eens met hun een frietje gegeten. Gewoon wel leuk. Maar hij is weer terug bij de Italiaan. Ja. Oh, dat heb ik niet begrepen. Want ik heb een stukje getikt op de website. Wat... Dat die Marco weer een andere man was. Nee, dit is weer die... Maar dat is de aristocraat weer terug. Ja, Italiaan. Maar dat was een hele knappe man. Maar dat is niet die man op die foto. Nee, dat is wel die man op die foto. Nee, dat is niet die man op die foto. Is ingezoomd, het is die aristocraat. Het is niet die man op die foto. Dat zie ik toch dat die man op die foto is. Daar heb ik aan Rogier gevraagd en hij zegt van wel. Oh, wat leuk. Dus wij feliciteren Rogier. En wat zeg je dan? Van harte gefeliciteerd Rogier. En leuk dat je weer terug bent bij Marco, de aristocraat uit Italië. Eindigen toch met een gay love story. Ja. Toch? Ja. Nou ja, eindigen we altijd met goed nieuws. Ja, dat is leuk. Dus. Leuk. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit was de uitzending dan. Mocht u nou hebben gekeken en teleurgesteld zijn omdat Mark er was. Dat is maar eenmalig. Dus, we zien u heel graag terug bij de extra uitzendingen. Like deze video. En we houden van je. Zou ik je zeggen waarom ik gekomen ben? Nee. Ik voel ook een soort verplichting. Omdat ik het leuk vind om te kijken.
omdat ik het leuk vind om te kijken, denk ik, nou, dan moet ik ook wel eens langskomen. Nou, als ik dit kijk en nooit langskom, dan denk ik van, dan ben ik zo'n hypocriete zak. Maar er kijken 500.000 mensen naar en die hoeven allemaal niet langs te komen, maar je hebt jezelf aangemeld. Ja. Heb je ook niet zoiets gehad dat je op een gegeven moment dacht, ja, dan kijkt niemand meer naar mij bij mijn werkgever, misschien zien de mensen mij nu weer. Het enige wat ik dacht... Markt is een ego-dingetje. Nee, dit is gewoon toegeven, dit is een ego-dingetje. Ik ga hem eerst afsluiten, mag je daarna Jan vertellen waarom je er bent. Het is wel een ego-dingetje. Dames en heren, bedankt dat jullie er waren. Gegroet namens mij, Jan en... Nee, maar ben ik niet blij dat jullie dat zeggen, want dit is geen ego-dingetje. Echt totaal niet. Oké, dag. Zie je graag terug bij de extra uitzending. Aju. Het is gewoon een totaal geen ego-dingetje. Ik vind gewoon dat als ik geniet van dit programma... Niet, ja. Waarom heb je zo gezien?